Ja, inmiddels zijn het er te veel om op te noemen. Nieuwe versies van oude tekenfilms. Met echte acteurs of superrealistische computeranimaties. Nu is de kleine Zeemeermin dus aan de beurt. Een animatiefilm van meer dan 30 jaar oud over de Zeemeermin Ariel. Dit keer gespeeld door zangeres en actrice Halle Bailey. Part of that world. Veel kinderen herkennen zichzelf in de nieuwe Ariel. Is er... That's the real her. She's brown like me. Yeah, she's brown like you. Oh, she's black. Oh, she's black. Yes, 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 yes. Oh my God. Ja, dit soort reacties waren veel in het nieuws te zien. Yes. Er zijn wat kleine dingen aan het verhaal veranderd, maar het sprookje is hetzelfde gebleven. De zeemeermin Ariel maakt een deal met de heks Ursula om te leven als een mens. En wordt verliefd op prins Erik. Veel scènes uit de oude film zijn dan ook nagemaakt. Net als de bekende liedjes. Maar er is ook nieuwe muziek, waaronder een rapnummer. De film heeft wel al wat kritiek gekregen. Niet iedereen vindt de computeranimaties van de dieren goed gelukt. Zoals de krab Sebastiaan en Botje de Vis. Die zouden volgens sommigen te realistisch zijn. Trouwens, leuk feitje. De acteur die het meeste in het water moest filmen is Jonah Howard King, die Erik speelt. Niet Halle Bailey dus. Want bijna alles onder water is met de computer gemaakt. Acteren gebeurde voor een blauw scherm, zodat Ariel, Ursula en koning Triton later op de computerbeelden konden worden geplakt.